En de resultaten zijn dat wij 8 personenauto's in beslag hebben genomen. Een motor, een anningwagen. Totaal meer dan 300.000 euro aan cash geld. 2 televisies. 10 vuurwapens hebben we ook in beslag genomen. Dat is al met al een behoorlijke vangst. Op welke plekken was er nou een inval op geweest? Verschillende locaties zijn we geweest. In Winsum, Veendam, Groningen. Waarbij de kern in Groningen lag bij Pijzerweg. Dat is een gedeelte van de woningen naast het woningwagenkamp De Kring. Wat willen jullie nu bereiken met deze actie? Nou, we wilden bereiken dat misdaad niet kan lonen. We zijn op zoek naar het crimineel geld. In vergelijking met de jaren ervoor, toen zaten we alleen op de korte klap. En nu recenseren we meer door bij de hennepkwekerijen. En dit het gevolg van. Hebben de zaken ook allemaal met elkaar te maken, indirect of direct? Nou, het zijn 2 losstaande onderzoeken, maar uiteindelijk denk ik dat er misschien wel verbanden zijn. Maar dat moet onderzoek verder nog uitwijzen.